Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Er is even geen Formule 1, maar we gaan toch een podcast maken over Formule 1. Want, Johan? Er komt weer Formule 1. Er komt weer Formule 1. Wacht, bubbels. Waar is de champagne? Eh, uh, nou hier. <laughs> Jezus. ben je voor de dinsdagavond, lang weekend gehad of zo? Ja, en een, een glas champagne op. Hmm, zo Beetje, als, je, als jullie denken, wat praat die jongen lekker rustig? Dat moet hij vaker doen, dan komt dat door de bubbels. Ja. Oh, wat goed, wat goed. Um, ja, nee, goed nieuws vandaag, want het is eindelijk rond. Zeker. Ocon vertrekt bij Renault. <laughs> nou, nee? Oh. nee? Dat zou toch sneeuw zijn zonder, amper, zonder überhaupt een race gereden te hebben. Ja, maar nou ja, god. Hè? Nee, het, het Formule 1 seizoen is back on the grid, zullen we maar zeggen. In elk geval is er nu een afspraak om acht races te gaan rijden. Um, iedereen die de show luistert, heeft de kalender ongetwijfeld voorbij zien komen. Maar dan toch nog even het complete plaatje. We beginnen 5 juli. 5 juli. Dat is over... Ietsje meer dan een maand. Uh, 33 dagen heb ik me laten vertellen. Echt waar? Ja. De, als dat een voorteken is voor de uitslag van dit kampioenschap. Ja, precies. Dan uh, nee, ja, 5 juli beginnen we op Oostenrijk. Uh, Helmoet Marco was uh, erg blij daarmee. Hij ja. uh, vindt uh, de Oostenrijkse kampioen natuurlijk belangrijk. De thuisbasis van um, Red Bull. Dus de en, de uh, Grand Prix van Oostenrijk. De Grand Prix van Oostenrijk. Ja, ja. Heel goed. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, hij was daar trots op dat, dat dit jaar de openingsrace is. Helaas wel zonder publiek. Hij heeft er destijds nog voor geopteerd van misschien kunnen we toch een paar mensen op de tribunes zetten. Uh, maar daar gaan ze dus in elk geval niet aan beginnen. Dus overal in Europa worden natuurlijk wel de regels nu versoepeld, maar publiek. Dat gaan ze niet doen. Gaan we niet aan beginnen? Nee, er komen twee races in Oostenrijk: 5 en 12 juli. Dus er zit gewoon keurig een weekje tussen. Ja, maar dat is dan dus de grootste prijs: de Steiermark of Steiermark? Ja, ja, ze hebben twee verschillende namen. Ja, en hoe heeft dat, is dat een beetje hetzelfde verhaal? Als je had Vroeger had je twee races in Duitsland. Ja, de, de, de Grand Prix van Europa bedoel je? Ja, je had de Grand Prix van Europa, die <laughs> was op de Duurboggeringen. Je had de Grand Prix van Duitsland, die was op Hokkaido. Dat is hier hetzelfde, inderdaad. Ja, ze hebben een motornaam geschreven. Ja, dus ze hebben de, 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 de Grote Prijs van de Stier hebben ze ervan gemaakt. En uh, in, op Silverstone, waar we dan uh, uh, een week later alweer uh, heen gaan, mm -hmm. hebben we eerst de Grand Prix van Silverstone. Mm -hmm. uh, en dan de week daarop hebben we uh, de, de F1 70th Celebration uh, Formula One Race. Oftewel 70 jaar Formule 1. Dat is dan de, 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 de grote festivite festiviteitsrace. Wat dan heel gek is, want ook daar is geen publiek. Dus hoe festiviteiten, hoe groot die, hoe festiviteit die festiviteiten worden, is even de vraag. IPadjes op de tribune, Johan. en dat is bijzonder feestelijk. Ja, dat is ook um, inderdaad. Ja. Voordat we naar Engeland gaan, zit nog één race tussen. Want we gaan ook nog, nog naar Hongarije. Dat ja. is 19 juli, dat is inderdaad een week later. Dan ja. zit er een kleine break. Begin augustus, twee races in Engeland. 2 en 9 augustus. 16 augustus gaan we naar Spanje. Ook wel eens leuk. Normaal is Spanje ja. altijd in het voorseizoen, in, in mei. mei. ja. Uh, maar nu dus hoogzomer. Uh, dus daar zal het heet zijn. Ja, warm. Ja, ja in ja. Spanje, daar is het echt, daar kan het. Uh... Ja, ook daar geen publiek, dus daar zal het ook niet heel erg. Uh, je hoeft geen verkoeling te zoeken op de tribune. Misschien. Nee, maar ik bedoel, ik zit meteen te denken aan de banden en de uitdaging. Ja, dat, dat wordt toch weer een heel anders, weer een andere dimensie. Ja, het is absoluut. een andere dimensie. Want normaal 16 augustus ligt het seizoen stil. Ja, dat is een beetje de break. Ja, ja, de tweede dus, week die we uh, dan hebben. Ja. Ja, en dan uh, gaan we nog verder naar België. België is dan op 30 augustus. Dat Eigenlijk traditioneel. Altijd ja. Traditioneel mijn verjaardagsweekend. Ja. Dus uh, dat is altijd, uh, valt altijd samen. Ja, hebben die België toch goed geregeld? Jij, ja, ik, dat ja. regelen ze ja. heel erg goed. Mooi cadeau, mooi cadeau. Um, en dan hebben we 6 september nog Italië. Monza. Monza. Nou, wat dus, een uh, heel mooi einde van... Een Europese kalender. Je zult maar sportfan zijn, maar niet van Formule 1 houden. Ja, nou, dan zijn er al genoeg andere dingetjes die langzaam maar zeker weer beginnen nee, te ontluiken. In ja. okay, de Bundesliga kijken, of. Uh... Of de, de Premier League, Premier League. en, ja, en volgende week begint ook de, de, de Spaanse voetbalcompetitie weer. Laten we laten we vooropstellen dat zeg maar zo als je me twee maanden geleden had gevraagd zullen we een podcastje opnemen omdat het, het, het misschien wel weer toe gaat geleiden dat de sport weer gaat beginnen, had ik je uitgelachen. Ja. <laughs> uh, en dat was op, op dat moment <laughs> ook zo. Laten we dat vooropstellen, want twee maanden geleden hadden we hier helemaal niet over na kunnen denken die Premier League en ook dat, dat voetballen daar had ik helemaal niet over. Uh, en nog steeds vind ik het heel vreemd om te zien om die om om elf. Het 22 mensen op een voetbalveld te zien en elkaar te Het is een beetje hetzelfde met stand-up comedy. Hè? Dat, dat dat vind valt... ik ook heel, als die gaan voetballen vind ik het ook heel vreemd. Nee, maar, maar. dat valt nu toch niet? Nee, klopt. Met, lege zalen. Met die, met, als er geen gelach uh, hoorbaar is. Ik vond trouwens dat Arjen Lubach die had dat heel slim opgelost Want die deed de eerste aflevering, dat er al die maatregelen waren, deed hij nog met, in een soort studio, waar ja. normaal het publiek zit. En dan hoor je het stil van. En toen is hij heel snel overgestapt naar een nieuwe De situation set. room. Ja, hm. ja, ja oh, nee, maar dat is slim. Omdat comedy heeft natuurlijk de lach nodig. Maar zo heeft sport. Ook eigenlijk publiek nodig, Nou hebben we wel vaker gezegd. Bij Formule 1 is dat misschien wat minder, maar het zal nog steeds super raar worden om Oostenrijk helemaal zonder. Ja, Ik bedoel, we zaten de vorig jaar zelf. Het is de, de Ineens is het daar straks leeg verlaten Ja, stil. Ja, het is toch gek? Ja, dat is helemaal af. Dat, dat zal heus nog wel eventjes uh, 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 wennen zijn om zo maar even te zeggen. Maar goed, aan de andere kant, voor de kijkcijfers van Formule 1 dit jaar kan het zomaar een, een heel goed jaar gaan worden natuurlijk. Ik kreeg vanochtend trouwens de vraag van iemand uh, die zei uh, dragen ze dan ook mondkapjes? <laughs> uh, ja. Dat was volgens mij ludiek bedoeld, maar uh, het ziet er wel naar uit even voor de merchandise-fans onder onze luisteraars, mm. dat de teams uh, misschien wel met branded mondkapjes oh, op de markt dacht, gaan komen. Ik dacht, dacht jij nu ging vertellen dat we Formula One Spoiler Alert uh, ja, en eh, nou, vis, vis uh, uh, Mondkapjes hebben. Ook een leuk, ja. leuk businessmodel voor deze podcast. Nee, maar ik, ik realiseer me ineens dat uh, eh, Mercedes Ferrari en uh, Red Bull en iedereen komt natuurlijk met branded mondkapjes, toch? Oh, Want de, ja, dat zou kunnen. De, de, inderdaad, het teampersoneel. Moet gewoon uh, mondkapjes dragen. De coureurs ja. hebben natuurlijk een helm op. Dus uh, ja, die zullen en bakken en alles. Dus dat hè, is niet echt nodig. Dus zijn redelijk covered. Ja. ja, precies. Nou ja, je zag natuurlijk wel bij de NASCAR, dat zag jij volgens mij ook zelf als ja, uh, ja. Uh, repliek terug uh, uh, in deze. Bij de NASCAR uh, was het echt een fashion statement. Ja, uh, en, wat, uh, en Daar worden wat nu ook, ze ook zelfs aan de, aan de stukken al geschreven, online zag ik, van de, de meest ludieke uh, kapjes die we gezien hebben, geloof ik of zo. Ja, hilarisch. Nou, ik, zou, ik moest eigenlijk meteen aan Lando Norris denken. Ja, dat zou toch leuk uit. zijn. Oh, nee, het nee Lando nee. Norris, die is echt gek op die die he, hij ontwerpt zijn eigen helmen en heeft in de podcast ook wel eens gezegd als ik geen racecoureur was geworden was ik grafisch ontwerper geworden. Hij vindt dat gewoon superleuk om te doen. Um, dus ja, het zou toch leuk zijn als Lando Norris voor de hele grid gewoon een eigen mondkapje ontwerpt. Ja, als Iedereen uit, een Lando design heeft. Als ze maar uit de buurt blijven van die kerel die vorig jaar die helm van Ricciardo ontworpen heeft, <laughs> Want dan, dan uh, lopen er allemaal van op Jan bij. Nou ja, goed, kleine dingen om naar uit te kijken, mensen. Wat, wat er allemaal straks uh, komt verschijnen. Nee, ja, er is een kalender. We kunnen. We, er is kunnen een dat, kalender, we dus, gaan daadwerkelijk ja. de komende weken gaan we opbouwen met deze podcast. Ja, naar een De uh, start van het seizoen. Nou, en uh, ja, we weten. Nou, dit lijkt alweer eeuwen geleden. maar... Nou, ik ben Johan. Hoi. <laughs> begin, uh, nou, begin maart. Wat een rare first date is dit eigenlijk. Waar we... <laughs> Split wel de rekening. Precies. Going Dutch noemen ze dat, toch? Ja. Ja. Nou, die Grand Prix had ook al niet door. Vertel. Uh, begin maart. Uh, die, ja? Grand Prix in, uh, in Australië. Uh, deceptie, kunnen we wel zeggen. Dat lijkt allemaal uh, gauw vergeten in het licht wat, uh, wat, wat coronavirus heet, heet. Wat daarna allemaal gebeurde. Hmm. Overstemde natuurlijk eigenlijk uh, ja, dat hele debakel. Uh, toch is het uh, Chase Carey niet in de koude kleren gaan zitten. Die wil voorkomen dat iets dergelijks nu weer gaat gebeuren. Dat is ook de reden dat het nog zo lang geduurd heeft om deze acht races aan te kondigen. Want ze wilden echt def, 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 def alle checks en alle dingen op groen hebben... voordat ze dit gingen communiceren. Wij hadden zelf al een beetje het gevoel van, het is rond. Toen wij vorige week, wij kregen een mailtje van Zandvoort... dat de tickets werden uitgesteld naar vorig jaar. Ja, precies. Dus meer mensen die dat gehad hebben... Dus het was eigenlijk meteen duidelijk. Oké, okay, Nederland, uh, Dutch Grand Prix, valt dit jaar uh, buiten de boot. Die geruchten waren er al, maar daarmee is het dan def-def. Ja. Uh, en het andere was dat Jumbo al liep te stunten met uh, uh, ontvangen Max Verstappen, pet, ja. voor de race in Oostenrijk. Exact. Wat ook opmerkelijk was. En Jumbo uh, zit natuurlijk dicht op het vuur als uh, hoofdsponsor. Ja. Dus het leek toch ook vrij duidelijk dat die al uh, van meer wisten over het definitieve schema. Uiteindelijk heeft het dus langer geduurd, waarschijnlijk omdat Silverstone gewoon nog niet. Honderdduizend procent rond was. 100, 100 miljoen keer inderdaad. Want dat Precies. is een beetje het, hetgene waar natuurlijk het de afgelopen weken veel over te doen was. Ja. Uh, daar was heel veel onzekerheid. En ik las zelfs vandaag nog, uh, of eigenlijk van het weekend, uh, uh, in een stuk van uh, uh, in de Oostenrijkse uh, pers met Helmoet Marco. Daarin gaf hij te kennen dat er, uh, of eigenlijk de journalist gaf daarin in een vraag weg dat er op maandagmiddag eigenlijk een persconferentie gepland stond. Uh, en die is op het laatste moment zelfs nog afgezegd, uh, omdat ze gewoon nog niet met. Het Koninkrijk eruit waren of ze dat uh, konden tackelen, ja, nou nee, klopt, dus dat uh, ja, goed. Dat is dan nu allemaal uh, definitief, maar hij heeft nog meer uh, dingen gedaan om te voorkomen dat het allemaal weer in de soep loopt. Ja, uh, er is een draaiboek, gelukkig een draaiboek. Een want dat, draaiboek. Dat, dat, dat was, er voorheen niet. Dat was er persoetje. is een aangepast soort, een soort uitbreiding van het reglement van 80 pagina's. Uh, dat is vandaag gepresenteerd. Dus ik heb dat helaas nog niet helemaal kunnen uitlezen. Ik kwam tot bladzijde 4. Ja, ja nee, nee. maar er zijn 80 pagina's. Daar staat van alles in. Ja. Uh, daar staan ook dingen in over uh, hoe er straks uh, ja, welke regels in werking treden. op het moment dat de Grand Prix plaatsvindt. En een van de dingen die daar vandaag over bekend werd, bijvoorbeeld. is ook als er teams of coureurs niet mee kunnen doen aan deze races. Bijvoorbeeld omdat zij besmet zijn met het virus, of op, gewoon ziek zijn of wat dan ook. Of uh, niet mee willen doen als er meerdere teams zijn die niet mee kunnen racen, gaat de race desondanks toch door. Ja, ongeacht, ongeacht wat. Ongeacht wat, dus ook als alle teams niet kunnen racen omdat het te warm is en ze geen goede bandjes hebben in Spanje, ja, en alleen Williams aan de start verschijnt, Williams aan de start verschijnt, George Russell. wordt er gereced en wint George Russell zijn eerste race. Ja, of heeft hij net pech dat zijn motor uitvalt en relatief Ja, goed. Ik ja. <laughs> zie die arme er gewoon al 70 van die rondjes rijden. <laughs> en dan ronde 69 alle twee motorproblemen. En dan gewoon klaar. <laughs> ja, maar dit lijkt me dan... Het, dat is precies eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Ik snap het. Ja. Hè, want hij wil gewoon die uitzonderingspositie. Want dat was natuurlijk wat in uh, Aust Australië uiteindelijk Averlies. ook lastig ja. was. Want er was eerst een meerderheid van de teams die wilden wel racen. En toen was er een een 50-50, en toen was het onduidelijk, en toen was er een minderheid die wilde racen, en toen ging het niet door. Toen belde hij, ja, precies. Ja, maar uiteindelijk wilde je daar allemaal niet van afhankelijk zijn. En je had ook nog het hele gedoe met uh, de organisator, de host van de Grand Prix en de overheid. En wie bepaalt nou op welk moment de ster eruit gaat? Dus dat hele circus wat we toen hebben, dat wil hij nu natuurlijk voorkomen. Dus er is een soort addendum, een soort aanvulling op, uh, op, op de rulebook uh, ja. gekomen. Om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Ja, je kunt Want, ja, goed. Het zal inderdaad maar gebeuren dat, dat er meerdere teams niet kunnen racen, om wat voor reden dan ook. Ja. En dat je toch met twee auto's, dan krijg je zo'n uh, Amerika-situatie. Uh, 2006. Twee, is ja, ja, 2005. 2006, 2005, ja, precies. Ja. Waarbij er maar zes auto's gaan ja. starten. Ja. Tje's nou, keuze al gedacht hebben, het maakt me uit wie ze snoordrukt. Ik zal het niet zijn, <laughs> um, dus ik zorg ervoor dat er een race altijd dokken gaan. Ja, ik vind dat uh, heel logisch. Uh, er zijn natuurlijk een hele hoop uh, randvoorwaarden die in Australië precies, jij zegt die golden die nu niet meer uh, van dien zijn. Er is geen publiek meer wat naar huis stuurt of te worden, er is geen mensenmassa meer. Of uh, dus het gaat nu puur alleen om die tv-uitzendingen nog. Uh, Dan kun je je zelfs nog steeds afvragen of het heel wijs is om inderdaad uh, twee auto's aan de start laten verschijnen. Maar het is wel, het is wel een signaal dat ze willen afgeven vanuit de organisatie van ja, wat er ook gebeurt. We gaan nu echt aan de bak, mm -hmm. deze achterrein racers. en dat is ook een beetje het gevoel. Dat ik heb, ik weet niet hoe jij erover uh, denkt, maar ik heb het gevoel dat ze deze acht races ook echt kosten wat het kost. deze acht moeten er gereden worden, want mm. we weten alle twee. Ja. deze acht. acht races zijn voldoende voor. voor een WK. and that's the deal. en that's the deal. dat betekent, want het eh, staat ook keurig in alle communicatie nu. Um, meer races worden er aangekondigd. Chase Carey en alle mensen rondom de Formule 1 hebben ja, Keren op keer weer laten, we laten weten dat ze naar een seizoen mikken van tussen de 15 en de 18 races. Um, hè, dat hopen ze te kunnen bewerkstelligen. Ik moet zeggen, eerst zien dan geloven. We hebben het er in de vorige podcast uh, al even over gehad. Dat het heel erg lastig is om op bepaalde stukken van de wereld nu een race te organiseren. Dus het lijkt mij een behoorlijke uitdaging. Tegelijkertijd. <laughs> Uh, ja, wat ik al zeg, twee maanden geleden zeiden we nog tegen elkaar, het gaat geld... prima naar Amerika. <laughs> er is niks aan de hand in Amerika. Nee, er is niks aan de hand. Daar, ook daar is niks lekker rustig is. Dat vind ik, ik te zien uh, Nee, maar goed, Amerika, Mexico uh, en sowieso Azië is natuurlijk nog, een, nog steeds wel een dingetje. Maar goed, wat ik al zeg, twee maanden geleden zaten we ook samen, uh, hadden het hier ook over en zeiden we van nou ja, het zou een wonder zijn als we überhaupt nog Formule 1 zien dit jaar. Uh, en, en nu zijn we twee maanden ja, verder. Nou, en is, is er een, eerder, is er een Ja, het is eerder dan gepland. Ik had zelf verwacht dat ze dus pas na de zomer weer iets konden gaan oppakken. Ja. Uh, maar nu ziet het er juist naar uit dat uh, ja, juist de zomer. En misschien geldt het wel voor ons allemaal. Hè, dat, uh, uh, ja, laten we hopen dat het natuurlijk niet zo is. Maar dat we ja, nu die, die, die lift van de regels zien en toch weer. Um, een heel klein beetje kunnen genieten van terrassen of, of, of strand, of uh, misschien zelfs uh, vakantie. Um, ja, het is ook een goed moment om dan sommige sporten weer op te pakken. Want we ja. weten niet hoe de wereld er in het najaar weer bij staat. Nee. Um, en of, dat, ja, of het toch het virus weer een beetje terugkomt en we weer strengere maatregelen krijgen. Ja, los van het virus en hoe de wereld erbij staat, ook hoe deze kleine, micro, uh, dit kleine micro-wereldje wat gaat rondreizen met. Met mensen, met, met, met bacteriën die de wereld rondgaan. Uh, die allemaal hun eigen regels hebben en hun eigen leefritmes. Ja, ja ook daarover staan dus heel veel dingen in het, in het ja. ruleboek van Chase Carey. Oh, gelukkig dat Chase even dus, de pen uh, in de heeft. Ja, nee, ja. die is daar allemaal. Uh, dus er, er staan hele protocollen in. Ja. Over hoe uh, testen plaats gaan vinden, wie er getest wordt, wanneer er getest wordt. Dus er zijn heel veel testen, continu alle personeel, alle coureurs. Ja. Er zijn ook protocollen over wanneer je op het screen mag zijn, hoe je uh, van het vliegveld naar het hotel gaat. Welke hotel. Als je zit, hoe je, je daar moet gedragen. Um, er zijn quarantaine stations. In de paddock heb ik gelezen, ja. inderdaad. Als iemand ook maar positief is, wordt hij gelijk in quarantaine gezet op, op de paddock. Al. Precies. Uh, en dat is al een heel ding, inderdaad. Hey, we moeten zo nog even over die aggregaten, maar vond het wel heel interessant wat jij nu zegt. Want dat hele regelsysteem, dat haakt ook precies aan op wat deze week zijn de fabrieken ook opengegaan in de ja. aanloop naar dat uh, nieuwe seizoen. En ik las deze week een, uh, een, een stuk over Alpha Tauri, uh, Voorheen de uh, Artist formerly known as Toro Rosso. Mm -hmm. uh, en bij Alpha Tauri hebben ze een beetje uit het gedaan, wat zij dus moeten doen. Om überhaupt aan die auto te kunnen sleutelen. En mensen die dus nu daar gaan werken, sowieso niemand is er tegelijkertijd. Alle mensen zijn er maar part-time. Ze hebben net zoals de schoolschema's hier in uh, Nederland. Estafette, estafette bouwen. Auto sleutelen. Ja. Het is een soort Lego-masters. Alleen dan. Uh, eentje mag het schroefje aandraaien en de volgende mag het wieltje draaien. Okay, Oké jongens, nu draaien we het motorblok door. Ja, de het is wel een extra. Het is bijna een Olympische sport nu. Ja, ik wil het zeggen, ja. Dit <laughs> pitstop um... wordt straks ook heel spannend. Maar wat we. Terug wat al... naar de 20 seconden. <laughs> <laughs> ja, dus de Schumacheriaanse tijden herleven. We ja. gaan gewoon. Ja. Gewoon weer heel lang stilstaan. Dat die man met die lollipop ook de afstand moet aangeven tussen de monteurs. Ja, yeah, het zou toch wel wat Goed. zijn. Nee, wat uh, belangrijk is, is even een aanloop naar het nieuws seizoen. doen. Alle medewerkers worden dus nu direct bij binnenkomst. Uh, afgelopen dinsdag, uh, vandaag, uh, is de eerste werkdag geweest voor al die mensen. Ze zijn direct allemaal getest. Ze hebben allemaal een swab gehad. Uh, de, 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 een speeksel laten testen. Uh, dat wordt direct gemeten op uh, Nou, Als dat positief is, moeten ze gelijk weer terug. Uh, vanaf dat moment worden ze elke dag, tot aan de race, worden ze bij binnenkomst gemeten, gescand... Temperaturen en een full body scan. En we er worden ernaar bijgehouden hoe het met ze gaat. Om de ontwikkeling in de gaten te houden. Dat geldt voor alle medewerkers van de Formule 1 teams. Of je nou wel of niet naar de race toe gaat. Het maakt niet uit. Alle mensen moeten op deze manier de komende weken gevolgd worden. Dagelijks. Wauw. En dat is best wel insane. Uh, nou, en inderdaad, wat ik al zeg, inderdaad, monteurs moeten dus inderdaad om en om uh, zo'n beetje in shifts aan de auto werken. Omdat ze, ja, je kunt, je kunt, niet, je kunt social distancing bijna niet uh, bewerkstelligen als je aan een auto ontsleutelt bent. Dus dat is best wel een uitdaging. Even, nog, nog even los van Chase Carry's uh, zijn draaiboek. Uh, om ook al daar naartoe te komen, uh, hebben ze echt al een hele, een hele weg moeten afleggen. Om maar ik, iedereen, iedereen, ik denk dat iedereen wel blij is dat ze weer uh, kunnen gaan beginnen. Uh, 8 races is inderdaad een WK. Um, ja, of het doorgaat, daar kunnen we niks over zeggen. Dat weten we niet. De plannen zijn er. Maar ik denk dat ze ook daarmee nog lang gaan wachten totdat dat een beetje duidelijk ja, die, wordt. Die vrouw van die engineer die Max Verstappen steeds noemde, die zich zou moest maken om zijn huwelijk. Die vrouw zit nu. Die is blij dat die man weggaat. Ja. Eindelijk gaat weer op reis. Ik moest, wel, ik moest er net toevallig ook aan denken dat Max het vorig jaar zei: Zo van iedereen kan wel een scheiding aanvragen. Precies. en dit wordt misschien wel eens. Het uh, uh, rustigste seizoen aller tijden Precies. voor alle betrokkenen. Al die vrouwen die zitten nu Nou, kunnen die mannen niet een keer Ik, op de, de, de zus van Max Verstappen, die is spontaan zwanger. Want die <laughs> komt... Ik bedoel, dat krijg je als iedereen thuis komt te zitten. Je, dan, dan, uh, ja, ja. Een soort babyboom, hè? Dus, ja. <laughs> hoe, noem, hoe noem je hem? Bernie? Dus... Nou, um, we gaan door. Acht races. Uh, ja, dat legt ook uh, verwachtingen neer voor het wereldkampioenschap. Uh, ja. um, jij zei van de week iets interessants. Jij zei dat er, er is ook nog even gesproken. Er worden een aantal races wordt dus nu twee keer uh, gereden. Uh, in principe is dat, dat gaat alleen om Oostenrijk en Groot-Brittannië. Ja. Wat ik sowieso interessant ga vinden is: is dat dan spannend? Want we kijken twee keer achter elkaar. Uh, dezelfde race, ja. Uh, ja. Natuurlijk is het spannend want hè, de, de, geen race is hetzelfde, dus ook daar zul je weer verschillen zien, of juist niet. Misschien wordt het wel Sochi 2,0, 3,0. Laten we blij zijn dat we daar niet naartoe gaan, mensen. Ja, nog, maar nog niet, hè? Nog niet, uh, uh, maar um, ja, misschien wordt het inderdaad wel saai omdat Mercedes uh, zo in de smiezen heeft hoe ze dat circuitje moeten binnenhaken of Oostenrijk twee keer max verstappen. Ik bedoel, ja. hij weet hoe die of Oostenrijk niet twee keer max verstappen. En ja. dat het dan natuurlijk heel pijnlijk is. Dat hij de ene keer wel en de andere keer niet. Nou ja, Jij zegt, dat, volgens mij uh, wil jij het brugje maken... naar uh, onze grootvriend vriend Christian Horner... die deze week uh, inderdaad in de pers al heeft geroepen... van joh, dit is het moment om te gaan experimenteren... met uh, bepaalde dingen. Uh, een van de dingen die natuurlijk genoemd is... is de Reverse Grid Sprint Race. Ja. Um, in de kwalificatie, om het zo maar even... Uh, erbij te pakken. Um, dat is een van de dingen die echt wel weer besproken is... naar aanleiding van deze verkorte opening... van het seizoen. Mm -hmm. uh, Daarvoor... Van, uh, heeft Christian Horner nu aangegeven tegenover Sky Sports dat eigenlijk iedereen positief was mm -hmm. behalve, nou ja, je raadt het al, Mercedes, ja. want het zou te veel uh, uh, roet in het eten gooien voor de, de, de wereldkampioenschapscampagne die Lewis Hamilton natuurlijk uh, aan het opzetten is om. Uh, ja, maar weet je wat ik me dan afhaal? Dit is natuurlijk het hete hangijzer op dit moment. Uh, we gaan acht races rijden. Dit zou Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel kunnen worden. Ja, kunnen. Louis Hamilton weet zelf ook wel. Als hij op acht races. voor de zevende keer wereldkampioen wordt. wordt hij nooit. door niemand. op de gelijke hoogte als Schumacher geacht. Never! Denk je? Nee! Mm. Dan blijft hij altijd. de wereldkampioen met zes en een halve WK-titel. Ja, ja, ja. Want op acht races. een kampioenschap winnen. Ja, dat staat gewoon niet gelijk aan de prestatie van. Michael Schumacher. Mm. Nou, dan moet hij nog een jaar door. Dan moet hij nog een jaar door. Maar ja, dat gaat hij ook wel doen. Hier ja. <laughs> maar kan hij dan kampioen worden? Nee, maar het is natuurlijk. Het, is er, het zal er hem veel aangelegd zijn om kampioen te worden. Overigens moet ik bijzeggen dat. Lewis Hamilton deze week weer veel van zich laat horen. Mm -hmm. Hij is duidelijk uh, ja, eigenlijk met hele andere dingen bezig dan het racen. Ja, hij week. neemt zijn sociale rol ook uh, uh, hoog op deze hoog week. Hoog op, ja. hoog op. En uh, uh, wat opvallend daaraan was, is natuurlijk dat hij begin van de week iets gezegd heeft over de situatie in Amerika en racisme in bredere zin. En dat hij het frappant vond dat niemand zich daarover uitsprak. En hij heeft wel voor elkaar gekregen dat eigenlijk heel groot deel van de Formule 1-grid zich. Toch heeft uitgesproken nu daarover. Nou, met over. name de mensen die net als Lewis Hamilton uh, heel savvy zijn op, uh, in, in de media. Uh, uh, dan heb ik het over Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, uh, Lennon Norris natuurlijk. Ja. Uh, uh, Grosjean heb ik ook voorbij zien komen. Het zijn mensen die allemaal wel al heel erg actief waren en zijn op, uh, op sociale media. Um, ja, die hebben zich laten gelden. Ja. Uh, in, in dezelfde zin als die hij had, had verwacht. George Russell ook zag ik trouwens. En dat is natuurlijk hartstikke positief. Het zijn de kleine bewegingen die het doen, ja. maar ja, we uh, weten van voor mijn punt wat ik eigenlijk wilde maken. Wat we we hebben ook niet over het privéleven van, van Lewis Hamilton, per se, te hebben niet nog een keer, nee. niet nog een keer. Nee, maar um, we lezen dan vandaag weer berichten van Lewis Hamilton is geëmotioneerd, hij is aangedaan. Hij is, uh, nou, dat zijn we allemaal uh, bij het zien van de beelden wat er op dit moment in Amerika gebeurt. Um, maar het is vorig jaar, weten we nog, was hij zo bezig met um, de impact uh, op de wereld, zeg maar. En uh, ja. uh, zijn mm -hmm. vegetarisch of zijn vegan lifestyle. En het feit dat we allemaal minder vlees moesten eten en beter voor het milieu moesten zorgen. En al daar was hij ook vreselijk van, van de kaart. En uh, heeft hij heel uh, veel zich over uitgelaten. Ja. Maar in geen enkele manier hebben we dat teruggezien in zijn prestaties. Het was niet zo dat hij uh, van dat soort sociale issues. Van slechter slag, gaat van slag rijden. Nee, dus nee. dit is in elk geval geen indicator dat hij uh, niet goed voorbereid aan het, uh, aan het seizoen gaat beginnen. Helaas, misschien voor de Max Verstappen fans. Voor wie acht races? Waarvan twee op Oostenrijk? Ja, misschien wel. Een ja. uitgelezen kans is om kampioen te worden. Ja, laten we voorstellen. Het, 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 uh, het is een spannende. Uh, het is deels Max zijn, uh, zijn kalender, als je het zo bekijkt. Uh, ik zit even snel te kijken. Ja, Oostenrijk is, uh, is een helder verhaal, daar hoeven we niet veel over te zeggen. Hongarije. Hongarije doet hij het ook altijd. Doet hij goed. Ook altijd goed. Spanje, ja, dat is natuurlijk gewoon van oudsher. Uh, hè, dat is van, wat, oudsher van oudsher. Uh, <laughs> Vier vanuit, jaar geleden. Vanuit onze geschiedenis die we met Max hebben, is dat een, een circuit. Waar we het vaak over hebben. Maar het is niet per se iets waar hij de laatste jaren heel veel uh, topprestaties heeft kunnen leveren. Ja, helaas niet. Hè? Hij heeft nooit de prestatie in 2016 kunnen even Maar daar... uh, weet je, het zou wel kunnen. Het ligt hem wel. Hij kent de circuit wel goed. Iedereen kent de circuit goed. Maar goed, het is wel een circuit waar het zomaar zou kunnen. Zeker als we kijken naar de omstandigheden die hij terecht aanstipt. Hè, Mercedes ja. noodwaardig problemen met hitte de afgelopen jaren. Uh, dus misschien ligt daar dan nu ineens wel weer een kantje. Hij zal zelf heel blij zijn dat België doorgaat. Want het blijft toch met stip zijn favoriete circuit. Ja. Maar ja, het staat tegenover België en Italië. Ook daar de afgelopen jaren niet, uh, niet het heel top, uit de kan uh, weten te en halen. En, om, en zo Italië te is natuurlijk Frari Homeland, ja. waar je het allemaal moet hebben van de snelheid op het rechtstuk. En we weten nog niet hoe het daarmee gesteld dat is. Dat weten we nog zeker niet. En Groot Brittannië, tussenin geven, die twee. Uh, dat is eigenlijk de grote, ja, de grote uh, vraagteken voor mij. Ja. Als, je, als ik kijk naar het schema, dan, dan moet je het in Oostenrijk en Hongarije uh, grotendeels doen. En uh, vorig jaar heeft hij op, op, in Engeland een fantastische race gereden. Uh, werd hij natuurlijk van achteraan ge, ge, geduwd Vettel. door Vettel. Uh, die het jaar daarvoor won. Ja. Op Silverstone. Ja, dus... Waarom ook niet. Dat komt er allemaal nog. Um, maar goed. <laughs> hey, maar ja, ook op Silverstone kan dus... Uh, nee, maar het kan dus wel. Alle kanten uh, uh, Dus dat is voor mij de grote, de grote differentiator, denk ik, in deze, in deze lijn. België en Spanje heeft hij gewoon de afgelopen jaren... en ook Italië niet het onderste uit de kan weten te halen. Dus als hij daar net dat beetje extra weet te brengen... en hij weet dan vervolgens op de races waar hij het wel heeft laten zien de afgelopen jaren... iets, iets goeds neer te zetten. Ja, goed, er zijn in de lucht. Er zijn er meer die nu natuurlijk hun kans schoonzien. Ja, Leclerc uh, we ook hè. Ja, Mika Hakkinen heeft deze week verklaard. Gaat hij ook rijden? Nee, ja. ook? <laughs> ja, ik kom terug samen Zo, met Alonso. Het is een beetje de Evander Holyfield en uh, Mike Tyson van, uh, van de Formule 1. Mika Hakkinen komt niet terug. Nee, Mika Hakkinen heeft verklaard dat Valtteri Bottas in de vorm van zijn leven is. Dat praat je niet, over zijn vrienden, dat kun je niet maken. Better than ever. Hmm. Dus uh, ja, nou ja, goed, het moet toch een keer gebeuren. En het is uh, Rosberg ook gelukt. Dus zeg nooit, nooit. Ik neem even een slokje ondertussen. Dit ik even laten... Valtteri Bottas die zal uh, graag kampioen willen worden. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn vizier op, op, op die kansen gezet. Als het maar, maar achter. Valtteri Bottas rijdt dit jaar nog steeds bij Mercedes, hè? Dus die gaat gewoon, dat is gewoon. Uh... Ja, maar ja, nu is wel het moment. Als Valtteri Bottas het nu niet laat zien in deze acht races, is hij sowieso zijn plek kwijt. Is het niet aan Sebastian Vettel, dan is het aan George Russell. Momentje, ik, ik schrijf even op. Ja. Bottas plek, plek kwijt. kwijt. Barbecue bier. <laughs> als hij niet Hamilton eruit rijdt. Ja, zeker. Dus hij moet Hamilton dit jaar voorbij gaan. Nou, in elk geval in deze, acht races. Ja, deze acht races. Als hij in deze acht races niet in elk geval in de top twee staat, dan is het exit Bottas. Nou, als Hamilton dan in één staat, is hij ook exit dus. Hmm. Nou ja, nee. Ja, goed, dat, dat was afgelopen jaar het geval. Hij is nummer twee geworden. Hij is een ideale wingman. Ik denk dat uh, Hamilton er erg blij mee is. Um, maar goed, uh, Mercedes moet ook. Ja, blijf vernieuwen. Uh, het gaat maar niet om bottles, hond. Ik ga me gewoon dat ik zeker weet dat ik een biertje mee krijg. Uh. Van ja, uh, dan hebben we nog Charles Leclerc, die is natuurlijk gepromoveerd tot Chalala. eerste man bij Ferrari. En dan hebben we nog uh, Sebastian Vettel, die misschien toch wel erop gebrand is om nog even zijn cv af te geven. Omdat hij nog druk aan het solliciteren is. Ja, nou, die zal niet heel erg druk aan solliciteren zijn. Denk nee? Je, nee. Oh. nee. Ik las uh, dat uh, Helmoet Marko hem nog elke dag spreekt. Regelmatig. Ja. Ze wisselen veel goede ideeën uit, ja. maar het is uitgesloten dat hij bij Rebloenslag gaat. Nou, dat ja. wist natuurlijk al een beetje. Mm -hmm. Wel een kleine side note in die, in de, in die opmerking van Helmoet Marco daarin. We hebben een contract met Verstappen en Albon. Toen dacht ik: voor dit jaar nog wel, mm -hmm. Mm -hmm. maar voor volgend jaar nog niet. Of heeft Helmoet Marco zich hier een klein beetje verspruggen? Nee, daar gaan we achter komen. Maar ik denk, ik denk het niet. Uh, het zou natuurlijk wel kunnen dat er uh, een. Uh, Denk je dat ze Albon nog even op het nog uh, even op het uh, Ik oh, denk op dat even laten. Weet je wie trouwens ook gebrand is om nog een paar races te winnen? Nou? Daniel Ricciardo. Oh, maar die rijdt bij Renault dit jaar. Dus die gaat geen race <laughs> winnen. Nee, maar hij heeft, uh, hij heeft afstand gedaan van een aantal bonussen, zeg maar. Uh, ja. Die hij zou krijgen. Uh, maar nog steeds geldt, geloof ik wel, dat als hij een race wint... of op het podium komt Mag je eens of zo, de eerste auto houden? Ja. ja, nou ja, goed. Dan krijgt hij nog wat extra's. Dus ja. met andere woorden, zijn dikke jaarsalaris... waar we het vaak over hebben <laughs> deze podcast... Ja. hangt voor een groot deel vast momenteel aan eventueel nog prestaties. Wat Leven. leuk is, is, maar dat, dat hebben we Daniel Ricciardo... Stelt, maar er staat een clausule in zijn contract dat als hij een, een, een race wint in de Renault, dan mag hij de auto waarmee hij de race wint houden. Alleen was het nog niet, dan denk ik dat ik verteld, dat het dit moment zo slecht gaat bij Renault dat ze waarschijnlijk het seizoen beginnen met twee Twingo'tjes. Oh. Dus. zie ja, je wel een mooie twingoot, te uh, Arme Daniel. Goed, we gaan door. Het uh, kampioenschap uh, ja, gaat dus beginnen. 5 juli gaan we naar Oostenrijk. Ik heb er zin in dan. Ja, was er nog ander nieuws? Nee, ja, wat uh, leuk is, we hebben het een beetje over silly season. Dat is natuurlijk wel echt de kop ingedrukt eigenlijk. Uh, dat begon heel abrupt en dat is ook heel abrupt afgelopen. Want het hangt eigenlijk nog steeds een beetje rondom Sebastian Vettel. En, uh, en, en wat hij wel of niet gaat doen. En eigenlijk hebben uh, uh, McLaren en Ferrari dat heel snel uh, samen de kop ingedrukt. Dat is een soort stoelendans. De muziek ging uit, iedereen ging zitten. Vettel was de plek kwijt. En daarna is de muziek nooit meer aangegaan. Nee, daarna hebben ze gezegd, we kijken even welke playlist we nu gaan aanzetten. We weten nog niet wat we gaan doen. Daar dus, ja, gaan ze er niet over uit. Nee. nee en het is, uh, uh, Bij Renault hebben ze op dit moment ook geen haast. Hè? Want Ricciardo is daar weg. Maar ze hebben daar geen Haast ze hebben, ze hebben, daar geen haast, geen haast, nee, nee. <laughs> um, omdat ze daar natuurlijk gewoon wel andere hete aardappelen uit het vuur te pellen hebben, dus um, uh, daar hebben ze in principe een derde coureur die ze dus nog willen inzetten als het nodig is. Um, en, en voor de rest zijn ze rustig aan het kijken wat hun plannen zijn voor de rest van de toekomst. Denk je, jij, jij zegt nu uh, andere coureurs, maar mocht het zo zijn dat er ook coureurs dus toch met uh, uh, virusverschijnselen zijn, ja. denk jij dat de rol van de derde coureur dit jaar belangrijk wordt. Goeie vraag. Goeie vraag. En hebben wij een overzichtje van wie die derde coureurs zijn? Ik zet even de 50-50 in. Ja? Ik heb het overzicht niet. Oh. Ik zet even de hulplijn in. Nee, uh, nee want ik zie bijvoorbeeld ja. Stoffen van en Die is weer vaak bij Mercedes in de picture. Dus ja. het zou zomaar kunnen als Bottas per ongeluk uh, een verkoudheidje heeft. Ja, dan volgens mij is uh, Van Doornen nu wel weg naar een uh, echt naar, naar Formule E. En is volgens mij Coutier nog steeds zegt hij goed? Nee. Maar ik moet even opzoeken. Ik weet van, van Renault, is het de zoo. En uh, uh, bij Ferrari. Wie is bij Ferrari? Goeie vraag. In de volgende aflevering van Sporting World <laughs> hebben wij paraat. Een lijstje met alle derde coureurs. We gaan het even opzoeken. Voor, uh, speciaal voor de corona roulette. Ja, <laughs> ja, nee, ja maar zeker nee, nee, Wat dus er gebeurde eigenlijk rondom de hele Silly Season, dat werd er redelijk de kop ingedrukt. Mm -hmm. um, wat wel gebeurde, is dat er een heleboel gespeculeerd werd rondom de teams. Nou, Renault stipte ik al heel even aan. Dat heeft alles te maken met de financiële malaise bij het moederbedrijf. Maar ook rondom Mercedes blijft het gewoon wel een beetje onrustig. Met name ook te maken, natuurlijk, omdat uh, de original godfather Toto Wolf, uh, aan alle kanten uh, dingen aan het regelen is. Die koopt zich in bij Martin samen met Papa Stroll. Hij heeft natuurlijk nog steeds aandelen bij Williams waar hij mee uh, uh, hosselt. Uh, He's a hustler. Ja, yeah, dat is een zaken. A hustler. He's a businessman. Um, a German a hustler. I'm not a businessman. I'm a businessman. Um, Toto Wolf is dus lekker druk bezig. Er uh, werd veel gespeculeerd over zijn toekomst. Daar deed hij zelf ook wel een beetje mysterieus over. En bij Mercedes-Wagen zat het dus wel een beetje beutens. Die hebben afgelopen weekend nog een, een perscommunicatie de deur uitgedaan. Waarin ze benadrukken: Jongens, luister, uh, wij blijven gewoon als teamverloper in de, in de Formule 1. We willen helemaal niet onze rechten overdragen aan Aston Martin of whatsoever. Uh, we gaan niet alleen maar als leverancier van motoren verder. We blijven in de Formule 1 als een team. En zolang we dat zijn, uh, uh, doen, zullen we dat ook met Toto Wolf als teambaas doen. Maar, ze zeggen daar wel bij, mits Toto daar ook voor open staat. Dat is een Jij. beetje de grote mits en de maar die daar natuurlijk aanhangt. Uh, want Toto is natuurlijk zelf ook een beetje in, uh, in dubio. Ja goed, als Lewis Hamilton dit jaar voor de 70 keer kampioen wordt, uh, kun je je afvragen wat zijn rol gaat zijn in de komende jaren van deze sport. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik denk nog steeds dat hij gewoon lekker bij Williams teambaas gaat worden. Williams. Ja, ja. Make Williams great again? <laughs> nou, het verhaal is natuurlijk het andere. dat is Misschien het andere om even aan te stippen, Is dat de Williams natuurlijk in de verkoop is gegaan. Uh, uh, vorige week ineens uh, uit het niets uh, zegt. Uh, hebben zij hun uit contract. Uit het niets, uit het niets. Nou, Johan. uit het niets hebben zij het contract je met moet, hun wat, sponsor. Als je de huur niet kunt betalen. Met hun sponsor opgezegd. Ja, uh, dat was opvallend. Direct het contract uh, ontbonden. Nog per direct. Ja. Met andere woorden, ook dit seizoen al... Uh, nou, afschreven. weten we dat het gaat om dat uh, Rookit. Dat is dat Rookit. 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 Ja. Rook Rookit. Nee, Rookit. Rook Rocket. Rocket. I want a rocket with the best. Oh yeah. Sorry. Um, dat is dat Russische internetbedrijf. Uh, we weten, vorig jaar hadden zij daar ook al discussie over, omdat zij zo weinig in beeld waren, omdat ze natuurlijk Stefans achteraan rijden. Zij hadden daar een mening over, inderdaad? Ja. Nou, hadden zij ook al een uh, fitty eigenlijk met hun sponsors, die daarover klaagden. En toen hebben ze ook een keer een auto vroegtijdig uit de wedstrijd uh, gehaald. Um, en daar was de sponsor not amused over. Nee, je had nog een paar randje door moeten rijden. Ja, omdat ze gewoon niet in beeld kwamen. En dat is onderaan de streep waar ze voor betalen. En uh, een beetje vergelijkbaar met het hele verhaal bij, uh, bij Haas vorig jaar met, ja. uh, met sponsorship. En dat had dan weer te maken met het feit dat je als energy drink niet heel blij bent met het feit dat je team niet, niet vooruit te branden alles. is. Ah, is. <laughs> maar goed, uh, hè, ontevreden sponsoren, ja, die heb je wel vaker. En het zou goed kunnen dat bij Rocket natuurlijk ook niet zo best gaat als gevolg van de hele. Uh, dat. Crisis. Uh, en, en nogmaals, als ze geklaagd hebben vorig jaar al dat de auto niet veel in beeld was, ja, dit jaar was hij nauwelijks in beeld. Hij was hè? Helemaal niet nee, in beeld, niet dus ja, dit, dat zou logisch zijn dat dat de, dat de reden kunnen, is. Uh, los daarvan heeft het team gewoon besloten om, om het hele team in de verkoop te gaan zetten. Dus ook Claire, haar rol als teamleider uh, uh, in dit geval uh, uh, in de aanbieding. Uh, en ook het, het hele idee van Williams als familiebedrijf. Is Claire ook te koop? Dat zou ik zo niet willen omschrijven. Is het, je bedoelt, je moet de boedel overnemen, inclusief teambaas? Nee, nee. Ze, oh. Haar functie is ook gewoon ter overname. Dus dat is gewoon oh. helemaal... Ze, ze, ze zouden het bedrijf uh, als familiebedrijf opdoeken... en een andere teamleider daar neerzetten, alles erop en eraan. Ja, ja. Dus de hele sante kraam zat in de, in de etalage. Hm. Um, ja, dat is wel een, een behoorlijk pittige... Misschien uh, is het iets voor Christian Albers. <laughs> <laughs> ja, het zou zo wel kunnen. Toto Wolf heeft al aandelen. Van hey, klasse. Klasse. Christine Albers die heeft ooit een bot gedaan op uh, Caterham. Ja, hè? Omdat hij destijds daar ook, uh, hij, hij zag daar wel fudus in. Hij is hmm. natuurlijk na zijn eigen Formule 1-carrière nog steeds woonachtig in Monaco ook. En ziet zichzelf wel op uh, termijn ooit een keer teambaas worden oh. in de Formule 1. Dus wie, weet, wie weet, Christine Albers, binnenkort terug. Dat zou goed zijn, zeg. Kan hij Robert Doornbos en Guido van der Garde als uh, coureurs aanzetten? Dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar goed, dus dat is even de grote vraag. Het zou natuurlijk heel erg gek zijn om... zou dat kosten? Goeie vraag. Kunnen we het huis verkopen? Williams kopen? Ja, 2,50 euro. Het is natuurlijk... Het is een beetje hetzelfde verhaal van dat je zo'n kasteel in Frankrijk koopt... Ja. Dat je denkt van nou ik heb poe ik heb voor ik heb een voor, voor 20.000 euro heb ik een heel kasteel op de ja, kop gezet. Ik heb een chateau. Kom je erachter? Dat je weet niet hoeveel kosten moet betalen. De migraine. Ja. Ja precies. Ja. Nee, ja, dat, zit je er dat... mooi mee, je komt er nooit meer vanaf. Nou, ja, dat zal hier een beetje hetzelfde zijn. Nou, ik vind het heel, heel bizar, want we hebben het vaak over Williams gehad als zijn de familiebedrijf. als één. Frank Williams is natuurlijk een legacy on his own. Uh, maar daarnaast hebben we, volgens mij heb je als jij daar zelf ook bij, bij een talk in Lissabon uh, op Web Summit, waar uh, een van de engineers van, van Williams kan vertellen van alle dingen die het bedrijf doet om geld te verdienen. Dus het is echt, het is niet alleen maar een Formule 1 bedrijf, het is gewoon echt een, een volledig onderzoeks- en technisch, technologisch bedrijf. Ja, nee, we doen er altijd een beetje lullig over, maar het, wat ik ervan gezien heb, zijn zij echt uh, voor Engelse standaarden gewoon een super innovatief ja. en leuk bedrijf. Maar het is natuurlijk een levensdure hobby om in de Formule 1 uh, rond te lopen. En dan ben je inderdaad echt afhankelijk van sponsoren. Um, we hebben het ook wel eens gehad over uh, uh, Max Verstappen, de, hè, dat hij het nu zo goed doet. Komt voor een groot deel, omdat hij natuurlijk een aantal goede sponsoren aan zich uh, in de beginfase al aan zich heeft weten te binden. Ja. Maar voor, voor, voor coureurs die zelf niet een, een godsvermogen achter zich hebben, is dat cruciaal. Uh, Nico Hulkenberg, die zijn we vorig jaar toch ook weer kwijtgeraakt. Er ja, komt niet zo heel veel uh, mee, er hangt niet zoveel omheen. En dan heb je al, alleen aan je talent heb je dan niet genoeg. Um, ja, Williams heeft helaas ook, uh, ja, Engeland is dan ook weer niet zo groot. Dat uh, ja, er mensen zijn of bedrijven zijn die daar ontzettend veel geld in willen ja, uh, stoppen. Ondanks dat het ja, echt een mooi bedrijf is. Een heel bijzonder bedrijf. Nou. Met, ja. met een goed, als je het hebt over een stukje storytelling, zit dat er wel in, uh, bij inbegrepen bij dit bedrijf. Ja, maar je moet natuurlijk wel sneller met die auto. Ja, je moet wel vanuit die zeepkist. Dus uh, ja. dat gaat dan weer niet goed. Oké, okay, uh, nou, Williams, uh, ja, wat ik nog uh, zag gebeuren vandaag is dat ja? uh, Lando Norris uh, gaat Formule 3 rijden. Ja, misschien dat hij dan daar wel een keer weet te winnen. Oh, je bedoelt. Nee. Ja. Ah. Ah. Niet officieel, maar hij gaat in een Formule 3 auto aan de slag deze week om weer een beetje gevoel te krijgen met echte bandjes. En, ja. Uh, ja, die zitten niet op zo'n sim, sim, hè? Echte bandjes. Nee, er is natuurlijk heel veel gesimmerd de afgelopen maanden. Uh, Max Verstappen heeft dat ook heel veel gedaan. En um, uh, die is inmiddels ook weer op het circuit geweest, op een aantal circuits, als ik het goed begrijp, ja. uit datzelfde interview met Helmoet Marco. Zou hij dus gewoon uh, wel auto's tot zijn beschikking hebben en zo nu en dan echt even kunnen rijden? Privéauto's. Wat ik een hele leuke uitdrukking vond van Helmut Marko, want iedereen weet dat hij mag stappen, eigenlijk helemaal geen auto's heeft. Die heeft een, een aantal fietsen, heeft hij wel eens gezegd, maar hij heeft niet zoveel met auto's. Nee, en dan ben ik toch ook benieuwd, want hij zat in Monaco, Max. Dus waar is hij dan nou, heen gereden? Hij was wel veel in Nederland ook, want ik zag hem een aantal keren ook met signeersessies en dergelijke gewoon uh, in, uh, in het, uh, in het, het, in het Nederlands. sessies, dat mag toch helemaal niet? Nou nee, ja, niet voor mensen, maar dat was hier een beetje van een die dan verkocht werden. weet is Je wel, hij mag verstappen stoor. Yeah. Uh, dus hij is best wel volgens mij ook wel een aantal keer gewoon hier in Nederland geweest. Uh, logisch ook natuurlijk dat je dicht bij je familie wil zijn uh, in deze rare tijden. Um, en volgens mij uh, zou me niet verbazen als hij ook gewoon een paar keer even bij, uh, 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 bij Sokkie Zandvoort langs is geweest om even een paar rondjes te maken. Ja, daar is hij. Vind je Blekenmolen even aangekeken? van ja. Hé, hey, molens, kan ik eventjes een. Het uh... schijnt wel gebeurd te zijn uh, de afgelopen tijd. Dus, ja, ik uh... heb regelmatig. Uh, 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 we zitten hier in de achtertuin van ons circuit, zeg ik altijd. En mm -hmm. uh, we horen toch regelmatig uh, flink wat auto's uh, eroverheen uh, uh, bilderen. In, uh, in, de, in de weekenden en ook uh, op de vrijdagen. Dus wie weet, misschien heeft hij wel een rondje gemaakt. Ja. Die moet er ook een beetje rubber op dat circuit komen, hè? Dus, uh... Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik zat te denken, ik reed vanochtend naar kantoor en toen zag ik een Ferrari uh, die kwam. Uh... Vanuit de richting Zandvoort ja. terug richting de snelweg Amsterdam. Ja, ja die zal uh, even een rondje gemaakt hebben. Zal al zijn geweest? Nee. Even een roodje antwoord. Even oefenen. Nou, ik zag jij vandaag wel voorbij komen de, de 3D-animatie die Suki Zandvoort op Instagram heeft gepost. Want dat was wel tof. Die gehad ik helemaal met je te delen vandaag. Maar ze hebben een 3D-animatie vrijgegeven van hoe het hele terrein eruit ziet tijdens de race. Oh. Met podium en waar de feesttenten staan en waar je bier kunt halen en de broodjes kroket. Oh echt? Ja, dat was top. Gewoon echt helemaal goed waar de tribunes staan. En het is heel tof. Uit. Het, is, het is een beetje rollercoaster tycoon. 1998 animatiestijl. Mm -hmm. Dus het is niet uh, high-end uh, weggeblazen, mijn pc begint te roken. Het is niet de drone video die 60 minuten duurt. Nee, die niet. Je <laughs> bedoelt mijn, uh, mijn ASMR slaapfilm. <laughs> <laughs> ja. huh? Wat? Oh, sorry. Ja. Nee, um, uh, dit is een, 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 een hele leuke 3D animatie. En het was echt tof om te zien. Omdat ze, dus echt, ja, Je ziet een beetje waar ze over nagedacht hebben. En ze sluiten keurig af met We zien je in 2021. En uh, ik vond het wel tof dat ze er toch voor gekozen hebben om het in te zetten. Ja, ze hebben het toch liggen, weet je. Dus nou, waarom ja, niet? En het geeft een heel goed beeld. Uh, het, ze noemen het natuurlijk de, de, uh, de Ultimate Racing Festival. En dat zie je ook wel terug als je dat zo ziet. Ik zie een hele groot podium. moet een beetje denken aan Mysteryland. Met een hele grote leeuwenkop erop. vuurwerk en, en, en dingen. En daar zetten ze dan Nick en Simon op. <laughs> ja, je zegt Nick en Simon. Maar de, uh, hoe heet ze ook weer? Uh... Davina Michel. Davina Michel. Ja, die had ik eigenlijk al in gedachten. Want dan dacht ik, ja, maar die heb ik best wel weer soort soort van. Credible misschien voor de meeste. Maar ja, weet ik ook niet. Ik heb er maar geen kennis van. Maar goed. Davina Michel had een uh, nummer gemaakt. Ja, Beat Me. Voor de, de Grand Prix van Nederland. Maar dat is natuurlijk net als het zongfestival nu. Die kan gewoon in de prullenbak. Nee, die is gewoon uitgebracht. En dan heeft, uh... Nee, dat snap ik wel. Ik hoorde ik hoor hem vallen van de week op de radio. Dus ja. ik denk, ja, nou prima. Maar je kunt hem niet volgend jaar weer gebruiken voor de race. Dus nee, er moet dan ook weer er een, moet een nieuwe nummer komen. Ja, dat heet al een repeat me. <laughs> Bijna hetzelfde. Net iets anders. Uh, nee? Goed, we gaan uh, afsluiten. Gelukkig. Uh, dank voor het luisteren. Wil je reageren? Dan kan dat. We hebben iets nieuws. Oh, dus ja. mensen, we hebben iets nieuws. Ja, iets, internet. nieuws. iets nieuws. Ik kijk omheen naar mijn telefoon. Je mag niet in de buurt van de uitzending. Nee. Uh, um, we hebben namelijk sinds een week of twee. Sinds een week of twee? Een Telegram. At, app, uh, app, app, app nee, Telegram Groep. App, app channel. Ja, voor mensen die jou niet kennen. Het klinkt nu echt als een soort Barend en van dorp die, die de huis bent, bent. Je bent eigenlijk een beetje zoals uh, Martijn van nieuwkering. Hier, hier is Kandi doelver. <laughs> Alexander Klupping die voor het eerst virtuality laat zien. Ja precies, thuis van die oké. Dat ben ik nu. Dames en heren, we hebben een Telegram chat. Telegram chat. Telegram? Ja, het zo goed. Telegram mag ook als je het in het Nederlands Goed, we hebben een Telegram app inderdaad. Telegram, Telegram. Uh, en daar zijn we mee oh, begonnen. Precies, het zijn uh, twee channels, je kunt ze allebei volgen. Het verschil is een beetje: de ene is inderdaad een channel, de andere is een group. In de groep zitten we uh, sowieso met z'n allen. allen en kan ook iedereen reageren. Wat wel leuk is, we delen daar vaak het laatste Formule 1 nieuws in en speculeren daar een beetje met onze Alu-hoedjes over wat dat zou kunnen betekenen. Mm -hmm. Dus uh, dat is erg leuk, want dan komen er vaak uh, theorieën uh, langs die ik bijvoorbeeld nog niet had uh, bedacht. Uh, en dan is het wel, uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Het leuke is, we zijn met, al, met alle luisteraars. En dat vind ik wel heel gezellig. Ja. Echt uh, vanaf dag 1 is het uh, gezelligheid. En we, ja. zijn, we zijn nu nog met een klein aantal. Maar het, het groeit heel snel en dat is super gezellig. Dus, nou, uh, vind, vind je het leuk om uh, mee te discussiëren? Je kunt de notificaties uh, uitzetten. Dus het is niet zo dat je dan de hele tijd updates ontvangt. Maar uh, het is wel leuk om af en toe even te kijken welk Formule 1 nieuws er op dat moment besproken wordt. En dan is er ook nog een, een, een channel. En daar posten we altijd de laatste aflevering in van deze. Podcast. Dus mocht je alleen die willen volgen, dan kan dat ook. Dan zeker, krijg je zeker. alleen een pingeltje als we een nieuwe aflevering hebben. Dus Heb dat houdt het lekker rustig. Eigenlijk een soort nieuwsdienst, een soort wekkerradio voor ja. je podcast-app. Nou dat? Nou dat? Nou dat? Mocht je ergens anders willen reageren, mag ja, dat ook. ook? We zijn nog, nog steeds bezig met onze online volgers. Waar jullie allemaal reacties achterlaten? Kan nog steeds op ja. Twitter. Ik krijg wel eens reacties van mensen die het niet fijn vinden als ik. Alleen maar over Formule 1 praat, uh, maar ik zet altijd heel braaf een hashtagje bij. Dus volgens mij mis. Oh, ik dacht gewoon in, van... in het wild. Dat is gewoon. Ja, <laughs> ja. ook in het wild. Ja. Gewoon... Ja, dat gebeurt niet meer zo vaak. Je bent <laughs> niet meer in het wild eigenlijk. ik nee. 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 kom ergens weer buiten. Nee, maar goed, op, op Twitter gaat het ook af en toe nog steeds over uh, Formule 1. Dus uh, dat kan ook nog steeds. Uh, mijn naam is Ed Marjolein. Jij bent... Joel heen. Jo Voets. En uh, F1 Spoiler Alert heeft ook een eigen Twitter account. Yes. F1 Spoiler Alert. Zeker. Nou, dat was het wel hè? Voor nu uh, denk ik dat we zo heel ja. rustig. Iedereen die nu nog luistert is uh, echt een heel diehard fan. Dank je wel. Ja, dank je wel. <laughs> Hartstikke leuk. Deze brand ook even meegepakt. <laughs> um, volgende week weer? Ja, we zijn er nu toch? We gaan bijna weer beginnen. Oh. Lekker hè? Morgen nog twee dagen. Oh.